Aqualife Skim 400. Dit is van mijn buren. En ik ga hem eens testen voor hem. We zijn een nieuw aquarium bij hem aan het zetten. Maar daar komt later nog wel een film over. Maar hij is niet zeker of deze nog goed werkt. Ik heb eens een emmer met RO-water, met osmosewater gezet. Natuurlijk bubbelt hij dat niet. Dus ik ga hem eens in mijn sump zetten en kijken wat hem doet met zoutwater. Werkt hij niet meer? Ja, dan zal hij een andere moeten gaan zoeken. Nou, je ziet, ik heb daar een plaatsje gevonden om hem te zetten. Het is echt het kleine broertje van mijn skimmer. Ik weet natuurlijk niet, hij had geen handleiding meer, dus ik weet niet de diepte dat hij moet instaan. Ik heb de biopilot reactor even uitgetrokken zodat ik een sticker vrij had voor de skimmer. En we zullen eens aanzetten en eens kijken wat er gebeurt. Bubbelt al wel veel harder. Maar het zal me moeten afregelen met het kraantje waarschijnlijk. En eens verder kijken. Ik heb de kraan bijgedraaid. Nu komen de bubbels tot aan de nek. Maar de kraan is bijna helemaal toe. Dus ik weet niet. Werkt de pomp wel goed of niet? Moet de skimmer dieper staan? Of juist hoger? Wat denken jullie? Voor nu ga ik hem zo even laten staan. Voor misschien een paar dagen eens kijken of hij misschien iets begint te produceren. Ja of nee? In ieder geval, bedankt voor het kijken.